is prachtig lenteweer en ik sta hier met twee mannen die experts zijn op het gebied van zuinig rijden. En tijdens de Shell Eco Marathon van dit jaar zijn zij ook degene die de strijd aangaan om op slechts 1 liter brandstof zo ver mogelijk te rijden. Nu zijn zij experts op het gebied van zuinig rijden. De rest van Nederland niet tot nauwelijks. En daarom gaan zij vandaag een lesje geven aan mij en aan jullie om te kijken hoe je nou precies zuinig moet rijden. En dat komt goed uit, want zuinig ben ik in ieder geval alles behalve. Zo, je kan er wel zuinig rijden. Je moet natuurlijk wel cool blijven. Zo, nou, kom maar op. Waar moet ik op letten? Stoplicht op groen springt en dan rustig optrekken. Groen! Dit is weer helemaal fout. Maar voor mij is de kunst ook vaak gewoon om een zwart spoor achter te laten. Als jij zwarte sporen in je straf gaat trekken, ja? dan scheelt het waarschijnlijk wel 50%. 50%? Maar dan, echt waar? Ja. Als je 20 seconden of langer stil gaat staan, ja, denkt te staan, dan is het zinnig om de motor uit te zetten. Oké. Okay. Je verbruikt letterlijk niks dan? Nee. Oké, okay, dus als je... 1, 2. Oh, huh? Ja, dan moet ik even weer. 3? Oh jezus, 3 ja, al. Zo. Maar ik krijg nu 40 in z'n 3. Ja, prima, prachtig. Eco gaat uit. Eco gaat uit. Meen je dit nou? Het is 20 graden. Dat ja, kan kunnen juist. Zonder eco. Jongen, jouw beurt. Mooi. Nou, succes jongen. Bedankt. Ik kan er wel een lesje gebruiken. Oké, okay, we gaan nu de snelweg op. Heb je daar nog tips voor me? Ja, ik zou sowieso met de rechterbaan mee rijden. Ik rij maar altijd links. Maar dan verbruik je ze ook veel meer. Vooral niet links gaan haasten, want het scheelt toch maar een paar minuten. Ja. De cruise control aanzetten, nog iets. En ja, afstand houden, anticiperen. Ik was heel erg aan het anticiperen op die vrouw die daar liep. Ja. Multitask, hè. De kijkblikken moet je gaan verleggen van vrouwen naar het stoplicht staat op rood. Motor uit, raam open. Och, we zijn zo lekker zuinig. Zeker. Ik ben vandaag zo zuinig, zo zuinig, zo zuinig. Ik ben vandaag zo zuinig was ik nooit. Dat kan nog een stuk zuiniger. Ja, ik wist al dat je dat ging zeggen, ja. Zo, de les zit erop. Ik heb een hoop geleerd. Maar het mooiste feit is nog wel dat als je zuinig rijdt, €350 per jaar pak een beet bespaart. En dan kan je toch weer een leuk weekendje de bloemetjes mee buiten zetten. Heren, ik durf het bijna niet te vragen. Maar ben ik geslaagd voor deze soort van test? Ja, mij betreft wel. Het kan nog een stuk beter. Je hebt bewezen dat je het kan. Dus als je blijft oefenen met Johan al zegt, komt het helemaal goed. Kijk, nou, dank jullie wel. Ik wens jullie veel succes bij de Shell Eco Marathon. Dankjewel. Ik heb in ieder geval oefening nodig, maar ik ga er hard aan werken. Misschien heb jij ook een training nodig. Dat kan. Ga dan naar www.shell.nl/elkedruppel. Dat staat ook hier onder in beeld. Dus, dag!